Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer eens een keer tijd voor Gamers Net Gear. Jazeker, en Amador is aangeschoven en dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Onze Amador heeft weer een nieuw stukje tech mogen behandelen en het is in dit geval de Corsair K70 RGB Mark II. Dus dit is een soort van tweede editie van een toetsenbord wat Corsair al had en wat best wel geliefd is. En Amador is er nu mee aan de slag geweest. Amador, ik ben benieuwd hoe typt dit ding? Ja, lekker. Lekker? Ja, lekker. Nee, het verschilt heel weinig met de eerste deel. Dat komt vooral eigenlijk om een paar dingetjes. Dat logo heeft nou kleurtjes. Mooi, dat hebben ze erin verwerkt. Dat is leuk. De polsteun is anders. Ja. En het belangrijkste is dat ze nieuwe software hebben. Ja, en dat is de reden dat ze heel veel dingen nu een Mark II van uit willen rollen. Ja. Omdat dat dan meteen werkt op die nieuwe software. Maar als je kijkt naar het model zelf en dat vergelijkt met zeg maar de Mark I en de Mark II, in de body zijn ze een beetje hetzelfde. Ja, voor de rest zijn ze eigenlijk bijna hetzelfde. Het is gewoon een mechanisch toetsenbord van rond de €180. Sommige retailers doen voor €160, zit er een beetje tussenin. Wel top range, zou top je zeggen. Top range, top notch, maar je krijgt ook wel wat hoor. Aluminium behuizing. Dat ziet er mooi uit. Hele mooie aluminium behuizing. Het is ook zwaar. Hij is echt zwaar. Er zit ook een touw aan vast. Ik kan iemand dan opgelopen. Ja, nee, ik was er met die unboxing bezig en op een gegeven moment dacht ik van, wow, dit is echt wel een lomp stuk toetsenbord. Echt een hele stevige kabel ook erbij. Ja, dus, maar ja. Het is wel echt goed heavy duty dingen. Ja. Ja, weet je, het schuift niet als je met een intense shooter bezig bent. Nee, okay. Dan ook. Dus dat is wel lekker. De switches die erop zitten zijn de speed switches. Ja, dat is dus Cherry Speed, Cherry MX Speed. En dat zagen we ook al bij de K95, die Mike een tijdje terug behandeld heeft. En dat zijn exclusieve switches die Cherry alleen maar maakt voor Corsair. Dus dat is een heel speciaal stukje schakelaar waar Corsair een exclusiviteitsdeal voor heeft. Maar Mike vond ze niet fijn, omdat ze, Mike kon er wel mee leren leven. Maar ze reageren ontiegelijk snel. Het zijn echt hele snelle dingen. En ik vind ze echt fantastisch. Want de nieuwtjes en de reviews vliegen je om de oren nu met dat ding dat ik nu heb. hij typt zoveel snellere review nu eruit. Ongelooflijk. Nee, maar vind je dat niet te licht? Denk je niet dat heb je niet heel vaak gehad dat hij af en toe dat je een toets aanslaat die je niet bedoelde of zo? Nee, bijna niet eigenlijk. Nee, ik vind het echt fijn. De spacing tussen de toetsen in is ook precies goed. Weet je, dat je niet per ongeluk nog een key meepakt. Of dat je het gevoel hebt dat de keys te ver uit elkaar liggen. Oh ja. Ik vind hem echt ontiegelijk fijn. Met dat polssteuntje wat erbij zit. Ja, het polssteuntje is wel iets goedkoper dan bijvoorbeeld de K95. Het is een ander materiaal ook dan één. Het is nu een soort van kunststof, maar het voelt wel rubberig. Ja, dat viel mij dus ook op inderdaad. Het is niet echt rubber, maar ze hebben een soort van grip op de kunststof kunnen krijgen, waardoor het wel best wel stevig blijft liggen. Ja, maar hij ligt gewoon heel lekker met alle soorten spellen die je speelt. Zoals wij een keer Sea of Thieves spelen, had ik hem al geprobeerd. Het is gewoon chill. Met PUBG, gewoon een andere shooters, is het gewoon echt een heel fijn apparaat. Dat is trouwens, je zegt natuurlijk wel verschillende games. Heb je ook die verschillende keycaps geprobeerd? Ja. Want er zit sowieso een MOBA, als ik het goed heb, en een FPS layout bij, waarbij je dus extra toetsen krijgt. Dat zie je wel vaker bij Corsair. Maar dat hebben ze best wel chic gedaan. Ja, dat klopt. Er zitten dan de WSD vooral de shooters en zo. Mm-hmm. Die heb je dan een bepaalde ribbels die erop zitten. Ja, een beetje reliefje. Ja, precies. En ook dat ze een beetje zo naar binnen aflopen. Dat je weet van dit is WSAD, dat je niet per ongeluk een toets verkeerd aan het... Zou je zeggen dat de meeste gamers automatisch al gewoon in het donker hun WASD kunnen vinden. Precies. Maar dit is wel een soort van extra luxe of zo die je erbij krijgt. Ja, en inderdaad ook voor de toetsen die het meest bij MOBA's worden gebruikt. De Q en de F en dat soort... Zo'n hele aparte layout is dat altijd. Ja, die zijn ook allemaal, hebben ze extra toetsen voor aan. Dat vind ik gewoon mooie luxe. Er zit ook gewoon een grijpertje bij om de toetsen te vervangen. Ja. Wat een stuk plastic voor 50 cent is, maar het is gewoon netjes dat erbij zit. Ik zei hetzelfde in de unboxing. Ik vind het altijd heel mooi als ze een grijpertje erbij geven of zo. Want je hebt wel eens echt een toetsenbord waarvan ze dan zeggen van ja, je kunt de keycaps vervangen, maar je kunt ze gewoon niet uitpriegelen met je vingers. Dus. Nee, dat is echt fijn dat het er allemaal bij zit. En over het algemeen is het gewoon een heel fijn toetsenbord. Je krijgt wel wat voor je betaald en het is een flinke smak geld. Ja. Maar hij voelt wel prima in alle manieren die je hebt. Ja, dus ook hij is stevig, dat sowieso. Dat aluminium is netjes gedaan. Je krijgt wel kabelmanagement, er is een USB pass-through zit erop. Je krijgt van Corsair natuurlijk ook altijd die dedicated media toetsen. Hij is gewoon mooi. Ja, ik vind dat hem ook wel mooi. In de toetsenborden zijn ze wat minder minimalistisch dan met andere dingen. Het lijkt een beetje aircraft grade, soort van bijna militair af en toe heb ik het idee met dat aluminium. Ja, dat aluminium en dat zwarte, ik vind het heel mooi. Ik ben sowieso van de mooie, wat sombere designs en dat soort. Zwart, dat vind ik mooi. Ja, dus je hebt hem eventueel ook. Er is een special edition die in het wit is. Dan krijg je witte keycaps en zo bij. Dat is best wel... Dat is wel heftig hoor. Ja, dat kan heftig zijn, maar kan ook leuk zijn in je setup. Maar dat vind ik wel leuk dat ze sowieso daar twee verschillende versies van hebben. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar hoe het zit met de software. Want Corsair is een tijd terug, een paar maanden geleden, zijn ze overgegaan op de IQ software. En Q is natuurlijk de Corsair Utility Engine. Ja.
En de IQ is een soort van de tweede editie daarvan. Hoe is het om daar zeg maar gewoon alles in te programmeren en de lichtjes en dergelijke te doen? Ja, ik vond het, want ik ben op zich nog best wel een noob daarin, want ik ben niet zo heel erg PC, ik heb vooral op console gegamed. Ik begin langzaam een beetje naar de PC eigenlijk te gaan. Kleurtjes, wat moet ik ermee? Ja, precies. Maar de IQ, ik heb dus laatst een Razer toetsenbord mogen reviewen. En daar had je dan Synapse, dat gebruik ik altijd als voorbeeld. Maar ook voor de beginners is Synapse echt heel fijn. En met IQ heb ik precies dezelfde fijne gebruiksgemak. Ook voor mensen die er niet zo heel erg in thuis zijn. Het is allemaal rechts zo die gaat. Weinig moeilijke dingetjes en zo. Je kan ook makertoetsen instellen. Dat gaat allemaal ontzettend makkelijk. Ja, en hij slaat ze volgens mij op de computer, maar je kunt ze eventueel ook op het toetsenbord. Er zit een intern geheugentje op het toetsenbord, waardoor je ook verschillende profielen. Je kan ook gewoon met een bepaalde toets je profielen wisselen gewoon. Ja, maar dat is ook een fijne extra knop, vind ik ook. Ja, gewoon een profielknop of zo. Ja, er zitten drie knopjes bovenin. Dat is dan voor je profielen. Je middelste is voor de felheid van het licht van de ledjes. Ja. En rechts kun je de Windows-toets uitschakelen. Ja, wat ik nog steeds een bizar ding vind dat we dat nog steeds moeten doen in 2018. Maar goed. Maar de software de IQ-software is echt een heel fijn stukje software. Ook voor de mensen die niet zo bekend zijn. Nog niet zo bekend zijn met dit soort toetsenborden en dit soort software. Ze nemen je zo aan het handje zo van, oh, we laten je de wondere wereld van RGB en PC Master Race zien. Ja, precies. Maar ze hebben ook hebben ze gewoon gewoon fijne tutorial video's op YouTube van een paar minuutjes. Ja. Per onderdeel. Dat is een extra soort van touch die je lang niet bij iedereen ziet. Dat vind ik wel echt netjes als je als ontwikkelaar of fabrikant van zo'n product ook zeg maar echt heel erg het naar de mensen toebrengt van kijk jongens, zo kun je het instellen, dit, dat en zo. Dat doet Corsair echt heel goed. Het is heel erg prettig. Ja. En met de IQ is het ook gewoon allemaal alle lichtjes door te verbinden naar je andere Corsair producten. Dus ook case fans, je muizen, Er zijn ook al een aantal games die er automatisch mee synchroniseren voor zover ik weet. Ik dacht dat sowieso Far Cry 5 heeft een dealtje met Corsair. Dat je dus automatisch dat zeg maar de Amerikaanse vlag op je toetsenbord komt te staan en de vlag die circuleert in je case fans en zo. Klopt, daar heb ik me verder niet heel erg over verdiend, maar ik zag wel inderdaad wel een paar titels staan die al zijn eigen layout heeft. Maar over het algemeen is het heel fijne software. Het is makkelijk je lichten te verstellen zoals je het zelf wilt. Profielen opslaan, wat op de toetsenbord zelf kan. Ja, de nieuwe IQ, ik vind het echt een heel fijn iets. Het is ook voor beginners fijn, maar je kan ook als je er wat meer van af weet, zijn er genoeg opties om macro toetsen in te stellen waar je gewoon drie handelingen in één keer doet. Ja, tuurlijk. Van open dit programma, typ meteen deze tekst neer of wat dan ook, met één druk op de knop. Zit er trouwens geen dedicated macro toets op dit model? Nee, oké, maar dat is ook weer net dat stapje hoger. Dan ga je dus naar de K95 kijken. Ja. En die is dan inderdaad, dan zit je ook aan de €210 te denken. Die is inmiddels ook wel een klein beetje gedaald. Maar het is wel zo, je krijgt heel veel waar voor je geld met dit toetsenbord. Maar het is nog steeds niet zeg maar, het hoogste wat Corsair presteert. Maar al is dit wel gewoon, eigenlijk alles wat je nodig hebt zit er gewoon in. Ja, tenzij je een of andere MMO-speler bent die, weet je al, 18 van die macro-toetsen nodig heeft. Dat is... Maar voor gewoon, de echte PC-gamer, die kan met een Corsair met deze toetsenbord gewoon uit de voeten. Ja, 180 of, als je goed zoekt, €160. Ja, euro. Adviesprijs 180, maar op sommige websites zitten ze soms op €160. En als je deze video een jaar later kijkt, dan kun je vast wel ineens hij is nu €130 of zo. Dus misschien is het dan ook wel een optie voor je. Bedankt Amador voor wederom een toetsenbord-review van Amador. Dat is de tweede, maar zijn eerste mechanische toetsenbord. Ja. Dat is ook wel heel leuk. Een kleine disclaimer, ik heb altijd geroepen dat ik ze niet zo leuk vond. Wegens de herrie die ze maken. Kunnen we daar even een flashback van doen? wat voor een grafhekel Amador aan mechanische toetsenborden had 2 maanden terug. Inderdaad, er zijn heel veel gasten zoals jou die zeggen van ik heb niks met dat klikkie-klakkie gebeuren. Ja, daar word ik heel zenuwachtig. Ja, ik ben makkelijk te turnen. Gewoon door om te kopen. Gewoon, mooie lichtjes erbij, jongen. Ja. Hij is iets van, Corsair, prima. Switches die al activeren als je er maar naar kijkt, jongen. Prima, kom maar door. Ja. In ieder geval, laat ons weten wat jij vindt van de K70 RGB Mark II van Corsair. En natuurlijk, als je meer wil weten over het toetsenbord en hoe het typt en wat Amador ervan vond, dan komt er nog een geschreven review aan. En die kun je natuurlijk vinden op gamersnet.nl. En in ieder geval bedankt voor het kijken naar Gamersnet Gear deze week. Amador, bedankt voor het meenemen van jouw expertise over toetsenbordjes. Ja, dankjewel Tom. Ja, en dan hopelijk tot snel hieronder in de comments of gewoon ergens anders op gamersnet.nl. Van slapstick ook zo. Mooi einde. Fijne.